Ik denk dat iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, nu aanwezig is. Ik heet u allen van harte welkom bij de raadsdebatten die gevoerd zullen worden. Ik heb een paar opmerkingen vooraf. De heer Van de Kozijn is afwezig van D66 wegens ziekte. Vanaf deze plaats wensen wij een beterschap. Hij zal misschien wel meeluisteren. Verder is afwezig wegens ziekte Marcus Elzega. Die wensen we ook beterschap. Verder heeft Jeroen Klinkhamer zich afgemeld en Sandra Abink. Daarnaast heb ik nog een mededeling dat agenda punt 9 is vervallen wegens afmelding door de SGP. Dan gaan we nu beginnen met agenda punt 6. Het is een voortzetting van de raadsdebatten van gisteravond. Sport en bewegingsvisie 2018-2021 gemeente Twenterand. Hiervoor hebben zich aangemeld alle partijen. Alleen D66 doet dus niet mee. Dan wil ik eerst, hier hebben we ook twee insprekers aangemeld. De heer Bakker namens alle sportverenigingen. Die wil ik eerst de gelegenheid geven om zijn toespraak te houden. Aan u het woord. Ja, geachte leden van de raad. In de voorbereiding van mijn inspraakreactie had ik twee scenario's. Afhankelijk van wat er zojuist in de buitengewone raadsvergadering zou gebeuren. Inmiddels is er dus eigenlijk een derde scenario. Maar ik neem het meest positieve scenario maar. En de meest positieve versie. En de versie is wat goed dat de gemeenteraad kiest voor het investeren in vitale bewoners door de lastenverzwaring voor de sportende inwoners niet te laten plaatsvinden. En we zijn hier nu eigenlijk voor een heel feestelijk moment, de sportvisie. We zijn blij dat er een sport- en beweegvisie 2018-2021 sport en bewegen verbindt ligt. En de visie is tot stand gekomen tijdens een proces waar Sportservice Overijssel, gemeente, maar ook heel veel verenigingen, organisaties en belanghebbenden betrokken zijn geweest. We zijn ook blij dat de meeste punten die zijn ingebracht bij de zienswijze zijn overgenomen. En er zijn vanavond ook heel veel verenigingen aanwezig en dat toont die betrokkenheid ook aan. Essentieel zal nu de uitvoering van de sportvisie worden. Iedereen staat in de startblokken om aan de slag te gaan. Sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, vrijwilligers vacaturebak, etcetera. We moeten grensoverschrijdend aan de slag om sport en bewegen te activeren. En als er even geen financiële middelen aanwezig zijn, dan moeten we op zoek naar andere mogelijkheden. Voor goede plannen is altijd geld. Het motto moet dan ook zijn, kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. De uitvoeringsagenda is nog globaal. Er wordt gesproken over inzet van 16 uur aan ambtelijke capaciteit. Is deze al aanwezig of moet er iemand worden geworven? Wij hopen op iemand met een groot sporthart. En ook vooral om continuïteit. Niet iemand uit een flexibele schil, maar investeren in mensen en netwerk. De gezamenlijke sportverenigingen hebben aangegeven graag nauw betrokken te zijn bij de uitvoering van de visie. Dit moet een stevige samenwerking op basis van veel kennis en daadkracht zijn. En ook de monitoring moet worden bewaakt. Er staan veel actiepunten die ook in de tijd zijn gezet. We gaan ervan uit dat de gemeente Twenterand dit gaat faciliteren met deskundige inbreng. Tot slot. Het is de laatste keer dat ik u namens het sportplatform en daarmee de georganiseerde sportverenigingen toespreek. En dat is de laatste 4 jaar wel zeer regelmatig gebeurd. Ik voelde dit misschien wel als mijn huis. In de afgelopen 4 jaar hebben we voor de sport heel veel bereikt. De knelpunten sport zijn in de kern opgelost en er is een besluit over de zwembaden. Eerst in samenwerking met wethouder Bert Oudendijk en later in samenwerking met wethouder Marta van Abbema. We willen u bedanken voor de samenwerking en wensen u veel succes bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. En zoals u van ons gewend bent, zullen we u kritisch volgen. Wij zullen dat altijd doen in het belang van gezonde en vitale inwoners van Twenterand. De sportvisie zoals hier nu ligt, is net als een Olympische cyclus. 4 jaar trainen voor een geweldig resultaat met veel gouden plakken. Dat zorgt voor verbinding en een wijgevoel. Ik heb dat in ieder geval wel. Als ik kijk naar de prestaties van onze sporters. De sportvisie beslaat ook een periode van 4 jaar. Laten we met z'n allen achter de visie gaan staan en dat vanavond ook uitspreken. Aan het begin van een Olympische cyclus moet er altijd een ambitie zijn. We gaan voor goud. De ambitie van de verenigingen is
De gemeente Twenterand is in 2022 de beste sport- en beweeggemeente van Nederland. Dank voor uw aandacht. Dank u wel voor uw inbreng. Wil u nog even blijven staan? Zijn er nog... Is er iemand die een vraag wil stellen? De heer Kuilder, aan u het woord. Dank u wel, meneer Bakker. Ik heb even een aanvullende vraag, want u zegt... ik sta hier voor de laatste keer. Daar begon u volgens mij mee. Dat kijk ik van op, doet u dat in, omdat deze raadsperiode afgelopen is? Of... Ja. Oké, okay, hetzelfde. Nee, maar je zou het anders uit kunnen leggen, maar, want het zou jammer zijn. Ik wil in ieder geval, ook namens ons, in ieder geval bedanken voor de inzet die jullie als platformen gedaan hebben. U geeft aan van een cyclus van 4 jaar. Zou u dat niet liever lang willen zien? Ja, want als je een goede prestatie wil leveren, ook in de sport, dan kost het meer dan één keer een periode van 4 jaar. Zou een visie voor lange termijn jullie voorkeur niet hebben? Sommige mensen doen wel 4 keer mee aan de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft denk ik van, laten we in eerste instantie deze 4 jaar volmaken en daarna goed kijken van, is deze visie dan, heeft de visie datgene gebracht wat we willen hebben? Of moeten we misschien wel aanpassen? Dat zou mijn voorkeur hebben. Wie nog meer? Zijn er nog meer mensen die een vraag willen stellen vanuit de raad? U hebt uw verhaal op papier staan, meneer Bakker. Ja. De griffier komt zo meteen bij u en die haalt het op, ja? Ja. Dan, had ik verzuimd om alle mensen op de publieke tribune hartelijk welkom te heten. De raadsleden zijn altijd blij als er blijk van meeleven is. Nu komt, heeft ook... gemeld om in te spreken mevrouw Van Sermond. Ja, de heer Bakker heeft al verschillende keren ingesproken zoals u begrepen hebt. Dus die had ik van tevoren al gesproken en de kaders aangegeven. Volgens mij spreekt u voor de eerste keer in. Maar u krijgt gelegenheid om gedurende 4 minuten in te spreken. Oké, okay, nou krijg ik 1 minuut erbij. Ik zou zeggen, gaat uw gang. Ik heb van u uw bijdrage al gehad op papier. Ja, dank u wel. Ik heb het ook, ik ga het ook oplezen, zodat ik binnen de 5 minuten blijf. Ja, prima. Nou, ik wil ons eerst graag even voorstellen. Wij zijn atletiekvereniging Twenterand. We noemen ons ook wel AVT. We zijn opgericht op 11 november 87. Een vereniging met leden uit de gehele gemeente Twenterand. Zoals we vandaag aanwezig zijn met 3 bestuursleden. Arald van der Vijgen, Den Ham, Lucien Entjes uit Vroom-Sopen. En ikzelf woon in Frieseveen, Marjolein van Sermond. We hebben kennis genomen van het opgestelde concept Nota Sport en Bewegen Verbind. Een mooi ambitiedocument, absoluut. En ik denk ook dat daar door heel veel verenigingen heel hard aan is gewerkt. Mooi dat het er ligt. Maar tegelijkertijd ook een algemene visie waaruit niet te herleiden is wat dit voor onze sportvereniging betekent. Daarom hebben we ook als AVT gereageerd op de sportvisie. En ik wil hierna ook even kort toelichten waar in welke situatie wij verkeren. Op dit moment maken we gebruik van het trainingsveld van de Stichting Twisveen. Het feit is dat deze trainingsaccommodatie vanaf het begin al niet aan de eisen voldoet en zeker niet aan de gangbare landelijke normering van NOC-NSF. Dit is al sinds 2012 het geval. We zitten nu in 2018. Het is een drassig en hobbelig veld zonder adequate voorzieningen voor de uitvoering van technische atletiek en loopnummers. Het enige pluspunt, dat is er natuurlijk wel aan, is dat we een plek hebben waar we samen kunnen komen en waar we in ieder geval veilig en verlicht kunnen trainen, zodat we niet hoeven rond te zwerven door de gemeente en op straat te hoeven lopen. Want het is met een grote groep mensen naar ons besturen. Mening niet verantwoord. Nou, er is in opdracht van AVT door de Nederlandse Atletiek Unie ook een rapport opgesteld. Het is ook alweer 2 jaar geleden waarin staat wat er nodig is om aan de eisen wel te voldoen. Dit is ook bekend bij de gemeente. Daarvoor is een budget van ongeveer 75.000 euro nodig. De wethouder heeft destijds eerst gezegd van nou goed, wie weet kan ik dat wel regelen, maar ze is hier later op teruggekomen. De reden hiervoor was dat, na een gesprek tussen de stichting, de gemeente en AVT van 9 januari 2017, bleek dat de geformeerde constructie met de stichting Twisveen en AVT eigenlijk voor geen van partijen werkbaar is en ook niet voor de gemeente. Met de woorden van de wethouder, het is een gedwongen huwelijk in Westerhaar. En ze vroeg zich dan ook af of een investering in Westerhaar een toekomstbestendige is.
Nou, dat vragen wij ons misschien ook wel af. Maar goed, dat kunt u lezen in de bijlagen die ik er nog bij heb gedaan, waar het verslag ook in zit. Goed, verder heeft ze ook toen gezegd destijds dat ze de raad zou informeren over onze situatie. Dat zou dus betekenen dat u daar ook mee bekend zou moeten zijn. Goed, ondanks alle gesprekken dus met de gemeente over de trainingsaccommodatie, als het gedwongen huwelijk met Twistveen, kunnen we tot op heden constateren dat we nog geen steek verder zijn. En duidelijk is wel dat we zonder hulp van de gemeente ook niet verder gaan komen. Wij zijn zelf niet in staat om op dit moment de financiële middelen te regelen. En dat ook nog eens in een veld te gaan steken waar we eigenlijk zelf helemaal geen zeggenschap over hebben. Wij huren van Twistveen. Goed, dan de sportvisie. Dat is dan eigenlijk onze concrete reactie op de sportvisie. We delen het standpunt in de sportvisie dat multifunctionele accommodaties passen in het toekomstgericht sportbeleid. Zodat meerdere gebruikers er gebruik van kunnen maken. Wij hoeven ook geen eigen accommodatie. We willen ook graag samenwerken op een goede manier. Daarbij is van wezenlijk belang dat deze accommodatie wel aan de nodige eisen voldoet. Want anders kun je die sport niet goed beoefenen. Wij kunnen onze jeugd dus nu op dit moment niet goed faciliteren. We doen het wel. Proberen dat wel op een zo goed mogelijke manier, maar eigenlijk zijn de faciliteiten er niet. In de visie staat dat het huidige aanbod accommodaties de basissportaccommodaties zal worden genoemd. Maar er wordt dus nergens beschreven welke accommodaties dit zijn. En we vragen ons dus af of onze accommodatie waar wij gebruik van maken, daar dus onderdeel van uitmaakt. Want dat heeft de wethouder ook bevestigd. Met het vaststellen van de sportvisie verliezen wij de status basissportvereniging. En wordt dus uitgegaan van de basissportaccommodaties. Dat betekent dus dat bij ons echt de vraag rijst van, hebben wij überhaupt nog straks nog ergens recht op? Als we er al recht op hadden, want zo hebben we dat niet ervaren de afgelopen jaren. Nou, dus met dat verlies van die status als basissportvereniging zijn we dus bang dat we alles verliezen. En de hamvraag voor ons is dan ook, hebben wij als atletiekvereniging nog een bestaansrecht in de gemeente Twenterand? Of, zijn jullie ons liever kwijt dan rijk? Zeg het dan ook gewoon, hè? Op dit moment zijn we zelf nog aan het onderzoeken of samenwerken met Amicitia mogelijk zou kunnen zijn. Maar ook op deze locatie zullen voorzieningen getroffen moeten worden om met name de atletiek en de loopnummers goed uit te kunnen oefenen. Verder hebben we nog ideeën aangedragen, maar we hebben niet het idee dat daar nog respons op is gekomen om bij skieler en ijsbaan de Eendracht bijvoorbeeld een voorziening te treffen zoals bij de ijsbaan in Wierden. Zodat er bijna het hele jaar rond, met de uitzondering van natuurlijk in deze periode, waar er een laagje water op het asfalt wordt gebracht zodat er geschaatst kan worden. Of dat daar misschien mogelijk is, zodat we en daar rondomheen wat atletiek en loopnummervoorzieningen kunnen krijgen. Zodat we daar bijna het hele jaar gebruik kunnen maken. Een andere oplossing zouden we misschien ook wel zien op Sportpark het Midden. Daar zijn we ook wel aangeschoven bij een overleg. Eventueel in combinatie met scholengemeenschap het Noordic, want we weten dat zij ook niet echt een adequate voorziening hebben waar ze kunnen sporten. Zodat zij bijvoorbeeld overdag daar kunnen sporten en wij 's avonds. Maar goed, al deze mogelijkheden kunnen alleen van de grond komen met hulp van de gemeente. Nou ja, goed, een dringend advies aan de gemeenteraad is eigenlijk om de visie niet eerder vast te stellen dan wanneer het voldoende duidelijk is wat de sportvisie ook in de praktijk gaat betekenen en welke sportaccommodaties dus ook onderdeel uitmaken van dat lijstje waar de sportvisie op doelt. Nou, daarnaast nodigen wij u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen om mee te trainen in Westerhaan. Dan kunt u ervaren hoe het loopt op een hobbelig en drassig grasveld. Nou, dank u wel voor uw aandacht en mocht er nog vragen zijn, dan wil ik die graag beantwoorden. Wie mag ik de gelegenheid geven? Meneer Kobus. Ja, mevrouw Stelman, dank voor uw inbreng. Ik heb wel een vraag aan u. Voelt u zich vertegenwoordigd door het sportplatform en hebt u uw problemen, uw zorgen ook gedeeld met dit platform? Nou, het platform, sportplatform is op de hoogte. Geert de Haan is oud bestuurslid van onze vereniging en die communiceert ook wel met ons over de situatie. Zijn er nog meer? Meneer Kuilde, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw Sermond. Ook namens ons bedankt voor uw inbreng. Helder verhaal. Ik heb een aantal vragen.
Want de atletiekvereniging Twente Rand is al een aantal keren op de agenda gehad. En met name de verhuizing naar Westeraan-Friese-Winzenwijk is uitvoerig aan de orde geweest. Met name op verzoek van AVT zelf. Laat dat ook duidelijk zijn. Er is toen voor een bepaalde constructie gekozen. Maar ik hoor nu van u dat er een aantal problemen zijn. U huurt het veld van de combinatie SDO voorwaarts volgens mij. De stichting die daar gevormd is. Ik zou graag willen weten hoe zij daarop reageren, want ik zie van hun dus niks. Want zij zouden dus in feite uw zorg moeten vertegenwoordigen. De vraag van meneer Kobus, die had ik ook. Maar goed, ik ben heel benieuwd naar hoeveel leden u nu hebt. En of u alleen maar gebruik maakt van de sportpark Twistveen. Of dat u ook op andere plekken nog uw sport beoefent. Dat klopt. Wij maken ook gebruik van de klampen voor de jeugd in de wintermaanden. Dat doen we op de donderdagavond. En wij trainen op maandag en woensdagavond trainen wij op sportpark Twistveen. En op zaterdag trainen we op het Laagveld. En daar worden we gefaciliteerd door de regio Twente. Kunnen we gebruik maken van het beheerdersgebouw. Dat hebben we dus op sportpark Twistveen niet. We hebben daar wel een materialenberging met een koffiezetapparaat erin. Maar goed, zoals nu is dat wel heel erg koud. De kantine van SDO is in deze periode overgedragen aan de ijsvereniging. En zo gaat het. De hele inventaris gaat eruit van SDO. De hele inventaris van de ijsvereniging gaat erin. En dan gaat de sleutel in het slot. En hij gaat op slot. En als het ijs ligt, is het open. En anders is het gewoon gesloten. Niet meer van deze tijd, denk ik zelf. Maar goed. Aan u het woord, meneer Kelder. Nee, twee aanvullende vragen. Met name over dat laatste. Want heb u dat ook bij de gemeente neergelegd? Want het zijn wel gebouwen van de gemeente. De gemeente zou daar ook iets in kunnen betekenen. Het zou natuurlijk is heel raar dat u daar dan ergens weer toegang wat ontzegt. Want er zijn wel bepaalde afspraken gemaakt toen de tijd. Er zijn ook aardig wat geld ervoor gedoneerd om dat te doen. En ik zie in uw stuk ook staan de skiler en ijsbaan de Eendracht. Waar u jaren geleden, ik heb zelf ooit in mijn jonge jaren daar mogen lopen. Daar zijn jullie toen weggegaan. Nu zie ik dat toch als een wens weer terug te komen. Nou, ze hebben nu weer een nieuwe baan, of wat in ieder geval weer aangelegd. Ik hoorde u wel over Amazitia, ik hoorde u wel over Sportpark Midden. Maar ik heb niet gehoord of u nu ook actief probeert om met de skielerbaan ook daar nog weer relaties te leggen om te kijken of daar toch weer mogelijkheden zijn. Wij zijn inderdaad bij de skielerbaan weggegaan omdat wij 's winters, als daar dus een laag water op komt te staan, dan moeten wij dus uitwijken. We hebben een tijdje vanuit het DOS-gebouw getraind, maar goed, dan liepen we toch op de weg. En dat vinden we eigenlijk zelf niet verantwoord om met een hele groep mensen op de weg te gaan lopen. Wij zijn zelf niet actief geweest richting de skielerclub. Wij hebben dat in gesprekken met de wethouder en de sportambtenaar aangekaart. Zij zouden nog gesprek hebben en wij hebben dat niet teruggekoppeld gekregen of de skielervereniging daarvoor openstaat. Maar goed, ik hoor dat de plannen al zover zijn dat het waarschijnlijk al te laat is. Maar nee. Dan is dat zeker een optie om het te onderzoeken. Ja. Aan u het woord, meneer Kelder. Nou, ik had nog gevraagd, met name over de reactie van de stichting waar u de zaal of de accommodatie van huurt. Volgens mij was daar ook gebouw van SDO daar ook onderdeel van. Ik hoor van u dat u daar geen gebruik van maakt, maar ik kan me voorstellen dat u daar dan ook een klacht bij de gemeente hebt neergelegd. Wij zijn, er zit ook een verslag bij. We zijn met de gemeente in gesprek geweest bij Stichting Twistveen. Ja, ik denk dat u die bijlage misschien niet heeft gehad. Maar goed, die kunt u alsnog van mij krijgen, maar die heeft de griffier ook gekregen. Wij zijn met elkaar in gesprek geweest. Daaruit heeft mevrouw van Abbema ook geconcludeerd van, nou goed, volgens mij is dit een gedwongen huwelijk. De stichting bestaat namelijk uit SDO en voorwaarts. En dat zijn dus twee partijen die het sportpark beheren. En wij moeten daar dus van huren. Dus u moet het zien als een appartementencomplex waar we drie bewoners hebben. Twee bewoners zitten in een stichting en de derde bewoner moet huren van die stichting. De afspraken die daar gemaakt zijn, die zijn eigenlijk nog nooit vastgelegd, omdat er discussie bestaat over het onderhoud. Voorgesteld is om een huur te betalen van 5600 euro per jaar. En dan moeten we het onderhoud nog zelf doen aan de baan. En daar gaan we dus niet mee akkoord. De kleedkamers hebben nu een aparte factuur voor gekregen. Het werkt gewoon niet.
Dus op de een of andere manier komen we niet tot goede afspraken. En dan erbij €5600 voor 2 keer 3 uur op een avond trainen in de week is voor onze vereniging met ongeveer 140, 150 leden niet op te brengen. En dat hebben wij bij de gemeente aangekaart. Maar dat kunt u ook in de stukken, in de bijlagen lezen. Maar goed, die heeft u nog niet gekregen. Oké, voldoende, meneer Kelder. Aan u het woord, meneer Paters. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw van Stermond, dank u wel voor uw bijdrage. Ik heb eigenlijk een tweetal vragen. De eerste is of u het rapport wat door de Atletiek Unie is gemaakt, of u bereid zou zijn om dat met de Raad te delen. Ik denk dat het voor ons ook interessant kan zijn om daar een goed beeld van te krijgen van wat is nodig en wat wordt daarvoor gevraagd. En de tweede vraag is, ik lees in de papieren bijdrage dat u schrijft van de wethouder heeft ons het benodigde budget van €75.000 toegezegd om de accommodatie aan te passen. Maar zij is hier later op teruggekomen. En in uw inspraak, in uw gesproken reactie, zeg maar, lees ik dat toch wat net, klinkt dat net even wat anders. Van ze zou haar best doen en het is niet gelukt. Ik zou u kunnen uitleggen wat het is. Want of dit klopt of wat u gezegd heeft klopt. Ik denk dat dat voor ons ook wel van belang is. Dank u wel. Nou, goed. Ze heeft het toegezegd. Maar door het gesprek wat we dus met Twisveen gehad hebben en met de gemeente en dus met onze vereniging, is ze daar wel op teruggekomen van joh, is het wel verstandig? Of nou ja, ze heeft het ook wel bij ons neergelegd van is dit jullie toekomst hier? Ja, doe maar meneer Paters. Dat betekent dus dat op het moment dat jullie zouden zeggen van wij voelen ons happy op Twisveen, dat er dan de toezegging geweest is om op zoek te gaan of deel van dat geld beschikbaar te stellen. Klopt dat? Nou, als de relatie op sportparken Twisveen goed zou zijn, dan zou het verstandig zijn om daar te investeren. Maar, daarbij hebben wij wel gezegd van, we hebben weinig leden in Westerhaar. Als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen, dan zit de groei van de jeugd en het grootste stuk jeugd zit niet in Westerhaar. Wij zijn de enige atletiekvereniging in Twenterand. Dus dan zou je eigenlijk ook moeten gaan zitten waar de grootste groep potentiële sporters zit. En vandaar Amicitia en Sportpark in het midden. Want Twisveen wil eigenlijk wel heel graag dat veld gewoon weer terug. Dat merken wij in alles, ja. U nog een keer, meneer Paters. Nou, één laatste. De vraag over het rapport of u bereid bent dat met ons te delen. Ik ga de secretaris vragen of we dat op kunnen sjorren. En dan wilt u dat per mail of via de griffier? Ja, komt goed. Voldoende? Oké, kijk nu even rond. De heer Smelt, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Nou, gaandeweg de vraagstelling wordt steeds meer duidelijk dat we klaar blijken te maken in wat gebroeierde verhoudingen tussen u en, laten we maar zo zeggen, de stichtingbestuur van de Twisveen. En de vraag die meneer Kulder stelde over het onderhoud en beheer, daar heeft u wat mij betreft voldoende antwoord op gegeven, die stel ik niet opnieuw. Maar, u kijkt alvast verder, en dat is uw goed recht, ik denk dat het belangrijk is. U noemt Amicitia, u weet dat Amicitia in de vorm zoals ze nu vereniging is, ook deels geprivatiseerd is. En als u dan in uw bijdrage stelt dat u €75.000 budget nodig heeft, hoe verhoudt zich dat dan tot Twisveen of de situatie op Amicitia? Wordt het daar goedkoper van? Wordt het daar duurder van voor de Raad? Wat is dan uw bespiegeling daar rondom? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Wij zijn het met Amicitia nog aan het onderzoeken en wij weten nog niet voor wat voor kosten we dan komen te staan. Wij zijn met hun in gesprek geweest. Ze hebben gevraagd aan ons om een plannetje te maken van God, wat hebben jullie nodig? En we zijn nog helemaal niet zo ver dat we er al over uit zijn om samen te werken, maar we zijn het aan het verkennen. En dat soort aspecten, daar hebben we nu nog geen duidelijkheid in. Nog een keer. Laatste vraag, ja. Voorzitter. Uw daadkracht, uw slagkracht als bestuur, bent u voldoende opgeleid? Heeft u voldoende mensen in uw bestuur om samen met Amicitia tot dit soort gesprekken te komen? Heeft u daar ook aan de financiële kant voldoende slagkracht voor gevonden inmiddels? Als je bedoelt dat we daar zelf de voorzieningen moeten gaan betalen, nee. Daar hebben we gewoon hulp bij nodig.
qua slagkracht van het bestuur. We hebben een fris bestuur met actieve mensen en wij zetten daar wel de schouders onder. Alleen, en misschien ligt dat ook wel aan dat we niet helemaal weten hoe de hazen lopen. Hè? Dat we moeite hebben met van nou, waar moeten we nou aankloppen en hoe moeten we daarmee omgaan. Daarom zijn we ook met de gemeente in gesprek gegaan en we hadden heel graag gezien dat we wat meer aan de hand waren genomen. We hebben niet het idee dat, ik werk zelf binnen een ambtelijke organisatie, dus ik weet dat dingen heel stroperig gaan, maar ja, het is wel heel stroperig en er komt gewoon geen oplossing. Zijn er nog meer mensen die vragen willen stellen, zo niet? Dan wordt u bedankt voor uw bijdrage, mevrouw van Sermond. En nu gaan wij als raad debatteren over de sportvisie. En de papieren hebben we van u toegestuurd gekregen. Bedankt daarvoor. En ook bedankt voor het inspreken. Ja. Goed, dan gaan we nu over tot het bespreken van de sport- en beweegvisie 2018-2021 van de gemeente Twenterand. Aangemeld hebben zich de GBT, CDA, ChristenUnie, SGP, Partij van de Arbeid, VVD en fractie Laarman. Ik wil het eerst het woord geven aan de GBT. Heer Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. We zijn blij met de sportvisie die er nu ligt. En waar we misschien nog wel het meest blij mee zijn, is de wijze waarop deze tot stand gekomen is. Dit is een goed voorbeeld van hoe je door met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar in gesprek te blijven tot iets kan komen wat hout snijdt, maar wat nog meer geconcretiseerd moet worden. Want we zien een visie die op hoofdlijnen, zeg ik maar, duidelijk maakt waar we naartoe moeten, maar die op diezelfde hoofdlijnen ook duidelijk maakt hoe complex het verhaal eigenlijk is. Want de tijd dat we alleen maar spreken over sportverenigingen en wat die nodig hebben, die is al lang voorbij. Het gaat in deze tijd ook over de andere rol die sportverenigingen gaandeweg zijn gaan spelen, maar ook over de andere rol die wij misschien als raad en als gemeente van sportverenigingen verwachten. En tegelijkertijd zie je dat daar een van de knelpunten ligt. Want als wij met z'n allen verwachten van sportverenigingen dat ze ook op maatschappelijk gebied meer gaan doen, dat ze meer participeren en dat ook andere doelgroepen daarbij betrokken worden, dan vraagt dat ook van de gemeente en kaderstellend ook van ons als raad dat we daar oog voor hebben. En dat we daar ook op een goede en zuivere manier mee omgaan. Want alleen maar vragen en aan de andere kant, en dan kom ik even terug op de buitengewone raadsvergadering, en aan de andere kant korten, dat zet kwaad bloed. We zien dat de verhouding met het sportplatform op dit moment goed is. En dat is wel eens anders geweest. En die conclusie kunnen we met z'n allen ook trekken. En juist omdat dat nu de goede kant op gaat, zeggen wij, wees daar zuinig op. Zorg ervoor dat je continu met elkaar in gesprek blijft en dat je deelt met elkaar wat de wensen zijn, maar ook wat de problemen zijn en wellicht de grenzen waar de gemeente tegenaan loopt. Want alleen als je elkaar wederzijds begrijpt, kun je tot iets komen. En we moeten voorkomen dat het zich daarbij verhardt en dat sportverenigingen boos zijn op wat de gemeente wil. Want tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen van nou, er is bij de sportvereniging wellicht ook wel begrip voor het feit dat als iedereen in de gemeente moet inleveren of zijn steentje bij moet dragen, dat we dat ook voor een deel, en welk deel, daar kun je dan over discussiëren, dat we ook voor een deel naar de sportvereniging kijken. Aan de andere kant, en dat is misschien nog wel veel belangrijker dan het per se nu over geld te hebben, is zoek de verbinding. En deze week had ik collega Smelt even aan de lijn, daar heb ik gezegd, ik heb een hekel aan het woord ontschotten, maar je zou bijna dat woord hier willen gebruiken. Want je moet de schotten ertussen uithalen om elkaar te versterken. En dat betekent dat we het hebben over sport, maar ook over welzijn, over mensen die wellicht een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daar zijn ontzettend veel mogelijkheden. Maar dat kan ook alleen als we met z'n allen de bereidheid blijven hebben om in mogelijkheden te denken en niet in problemen te denken. Deze sportvisie, voorzitter, is wat ons betreft een goed basisdocument. En geeft richting aan, maar voor nu ook niet meer dan dat. En dat is op zich ook niet zo'n probleem. Maar die richtingen die moeten wij met z'n allen
in onze kaderstellende rol wel duidelijker aangeven dan nu het geval is. Dit is een prima document waarop we op voor kunnen borduren, waarop we ook met elkaar in gesprek kunnen blijven met sportverenigingen, met welzijnsinstellingen, met wie dan ook, om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Nogmaals, compliment voor de wijze waarop dit tot stand gekomen is. Laten we met z'n allen zorgen dat we het concreet maken en dat we het van daaruit tot een succes kunnen maken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paters. Ik had het klokje niet ingedrukt, maar u kent de klappen van de zweep keurig binnen de tijd. Dank u wel. Nu het woord aan de heer, wie van het CDA? Aan de heer Kuilder. Aan u het woord. U krijgt 4 minuten, meneer Kuilder, maar u kent ook de tijd, de regels ook. Ik hoor niet wat u zegt. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb hier staan goede sportvoorzieningen, maar dan wel tegen betaalbare tarieven. Het zou zomaar een verkiezingsslogan kunnen zijn. Maar het is iets wat wij eigenlijk allemaal zouden willen. We hebben vanavond in het voorgaande debat ook duidelijk gemaakt dat deze raad in ieder geval tegen het extra bezuinigen is op de sport, of in ieder geval voor dit moment, op de wijze waarop het nu gegaan is. Ik wil in ieder geval ook alle. Ik heb de gelegenheid gehad om bij 2 sessies bij te zijn. En ik heb gezien hoe de betrokkenheid was. Zowel van het platform ook van de dames van de sportvisie. Maar ook andere mensen die daar gewoon bij aangesloten hebben. Ook van andere terreinen. En met name die link naar de vitale sport is denk ik heel belangrijk. Ik vind het wel jammer dat het platform gemeen heeft om toch gisteren ons een brief te sturen. En ik nodig in ieder geval de wethouder uit om in ieder geval daar nog straks in uit termijn wat te zeggen. In het stuk op pagina 19 wordt gesproken dat sport en beweging kan verschillende beleidsterreinen van gemeenten zoals gezondheid, onderwijs en welzijn een rol betekenen. Ik wil het woordje kan vervangen door is en doen. Want we doen het al jaren. Ja? Ik maak altijd het voorbeeld van pak nou gewoon de fiets en fiets op zaterdagmorgen is door onze mooie gemeente. Dan zie je namelijk dat ontzettend veel mensen bezighouden met sport. En daar zie je ook ontzettend veel vrijwilligers die zich met heel veel energie en tijd daarvoor inzetten. Daarnaast moeten we natuurlijk niet van de realiteit weglopen. En we zien wel gewoon dat kosten alleen maar duurder worden. Maar kostendekkendheid kun je aan 2 kanten oplossen. Het gemak om meer geld te vragen is er één. Maar aan de andere kant, kijk eerst naar de kosten. Want dat is denk ik de goede weg. We hebben ook in ons bestuursakkoord gezegd, je moet verbindingen zoeken met andere beleidsterreinen. Gelukkig zien we dit nu terug in deze visie. En dat, als je dat dus doet, en dat is prima dat je wat van verenigingen vraagt, maar daar moet ik iets tegenover staan. Alleen maar zeggen, u moet meer doen voor onze maatschappij en de zorg. Je kan heel veel dingen, ook in het stuk staan, heel veel verbindingen gelegd. Maar daar moet ook iets voor terugkomen. Want ik heb erin staan, het eigenlijke doel van verenigingen moet wel een sportbedrijf blijven. Het moet niet de overlast naar de andere kant leggen. Zoals gezegd, een prima visie die als kapstok goed gebruikt kan worden. Wij onderschrijven natuurlijk het belang van de vitale vereniging alleen maar. Zorg dat daar de ruimte voor is. Participatie van beleid en gelden, heel goed iets. De visie kan een goede start zijn voor een verdere invulling. Want het ontbreekt nog aan concrete doelen. Meneer Paters doelde daar ook al op. Want een visie is prachtig, daar moet je wel een stuk uitbreiding doen. En ik heb bewust meneer Bakker gevraagd, van wat vindt u nou van die 4 jaar? Want wij zijn er mening toegedaan dat je die visie ook van langer kan doen. Je kan hem altijd bijstellen, maar als je de stip aan de horizon iets verder wegzet, dan kun je ook andere plannen maken. Ja? Want nu, als je het gewoon op de keper beschouwt, we hebben nu de visie, gaan we vaststellen. Daar twijfel ik niet aan, maar het is gewoon een heel goed stuk. Dan moet het uitgewerkt worden, maar we krijgen weer verkiezingen, we krijgen coalitiebehandelingen. Voordat we dus werkelijk met iets verder gaan, ook gezien de beperkte capaciteit die er is, meneer Bakker refereerde daar ook naartoe. Voordat we dan echt toekomen aan een aantal uitwerkingen en vervolg, dan zijn we zo weer 1,5 jaar verder. Wilt u afgerond, meneer? Dat ga ik doen. Nou, om in ieder geval dat te bereiken en in ieder geval iets concreets te doen, komen wij in ieder geval met de raadsvergadering met een amendement om het vitale sportpark Friese Veen gewoon
te ankeren, vast te leggen in dit stuk. Ook als stip op de horizon waar we gewoon naartoe willen. We gaan dat tijdig rondsturen, ook naar de collega's toe. Maar dan hebben we in ieder geval een stip op de horizon. Dat hoeft niet over 2 jaar klaar te zijn, hoeft niet 4 jaar klaar te zijn, maar wel als stip op de horizon. Dat zou een geweldig voorbeeld kunnen zijn die we in andere kennen kunnen uitvoeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kuilder. Nu geef ik het woord van de ChristenUnie, meneer Smelt. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Vitaal blijven door goed te bewegen en fijn te sporten. Het zou maar zo een verkiezingsslogan kunnen zijn, meneer Kuilder. Vitaal blijven en een doelstelling van 75% van de burgers die op de een of andere wijze aan sport kunnen doen, is ons veel waard. Dit vraagt om een mooi samenspel van gemeenten, maar ook van de sportverenigingen. Gaan voor goud, op weg naar resultaat en dan te beginnen bij een stevige ambitie. Graag wil ik iedereen die haar bijdrage heeft geleverd, op welke manier dan ook bedanken, voor de energie die zij gestoken heeft in deze visie. Wat duidelijk is, dat er een plan ligt die op sommige punten smart gemaakt moet worden en concreet vertaald moet worden naar uitvoering. Daarvoor is veel geld nodig, maar ook veel inzet van de verenigingen, maar ook van het maatschappelijk middenveld. Als we kijken naar de grafiek op pagina 7, u had het op pagina 19, maar ik kijk nog maar naar pagina 7, dan wordt daarin aangegeven dat het maatschappelijk effect van sport en bewegen nu al geld bespaart. Wat ons betreft ga ermee door, dan vinden we daar wellicht nog meer rek en nog meer besparingen. Maar niet zonder het maatschappelijk rendement uit het oog te verliezen. Laten we dat goed voor ogen houden. Als we concreet willen maken wat het uit de visie doorlichten betekent voor de verenigingen, en we zouden een enorme stip op de horizon willen zetten, meneer Kuilder, we zouden het zo samen voorbereid kunnen hebben, en dat is ook wel een klein beetje zo, denk ik, dan is hetgeen ik onlangs heb gezien op het Vitaal Sportpark in Twenterand op het midden een hele mooie vooruitstrevende visie. De voorzitters van de voetbalverenigingen op de nieuwjaarsrecepties refereren daar beide aan. Ik was zowel bij DOS als bij DETO, of bij DETO bij DOS, zoals u het maar wilt, in welke volgorde uw voorkeur maar ligt. Mijn ligt in ieder geval bij de laatste. En daar werd duidelijk aangegeven dat er een aantal dingen in het vooruitzicht gesteld zouden worden. Ik had toen nog geen idee hoe dat eruit zag, maar ik heb onlangs plannen mogen zien waar ik zelf persoonlijk als actief sportbeoefenaar heel blij van word, maar zeker ook als bestuurder. Want als onze doelstelling is 75% van onze inwoners moet op een of andere manier aan sport kunnen doen om vitaal te blijven en ook goed te kunnen bewegen, dan denk ik dat het een goed ding is dat we die stip maar eens zetten. In Frieseveen ontwikkelen we dat. We leggen het kader uit over de rest van de kernen. En inderdaad, meneer Kuilder, ik ben het weer eens. Als u dat nu in een jaar, 2, 3, 4 jaar doet, vind ik geen probleem. Maar het plan is geweldig en ik denk dat het dus heel goed is dat wij de raad daarin meenemen van hetgeen wij inmiddels hebben mogen zien. Ik ben daar persoonlijk enthousiast over en ik zal daar graag mijn inzet willen plegen op bestuurlijk om dat uit te rollen, omdat het gewoon voor Twenterand super, super goed is. Voorzitter, en ik wil het daarmee ook afronden. Want het vraagt ook om bijvoorbeeld naar combinatiefunctionarissen te kijken die je ook op een andere manier dan kunt inzetten in beleid. Ik heb wel eens gezegd, als je een combifunctionaris kunt maken tot een accountmanager van sportbeleid, dan ben je heel ver, want dan haalt hij zijn geld in euro's dubbel en dwars op. En daarmee wil ik deze termijn nog graag beëindigen, voorzitter, door te stellen dat deze visie echt visie heeft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smelt. En nu krijgt de heer Dekker van de SGP de gelegenheid om zijn inbreng te geven. Dank u wel, voorzitter. De doelstelling inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond heeft uiteraard de instemming van de SGP. Bewegen is hierbij ontegenzeggelijk van belang. Terecht wordt in deze visie opgemerkt dat bewegen een breder begrip is waarmee ook de ongeorganiseerde sport, spelen in de woonomgeving en wandelen en fietsen wordt bedoeld. En dat gesproken wordt over basissportaccommodaties in plaats van basissportverenigingen. De opmerking dat brede sport de basisvorm voor tochtsport is ongetwijfeld juist. Maar hier ligt voor de SGP een belangrijke scheidslijn ten opzichte van het voorgaande. De kosten van wedstrijdsport mogen niet als uitgangspunt
in zeer sterke mate ten laste worden gebracht van alle inwoners. Zeker geldt dit voor topsport en het organiseren van evenementen. Wij maken dan ook nadrukkelijk bezwaar tegen de ambitie, ik citeer, faciliteren van sportevenementen om de publieke waarde van de promotie van sport en bewegen volop te benutten. Dit bezwaar is te sterker wanneer evenementen op zondag plaats zouden vinden. Naar onze overtuiging worden in deze visie de maatschappelijke aspecten van sport te eenzijdig positief belicht. Er dient ook oog te zijn voor minder positieve aspecten. De doelstelling de kostendekkendheid voor de sport te vergroten heeft nadrukkelijk de instemming van de SGP. Uiteraard moeten daarbij alle gegevens, waaronder inzicht in de totale kosten, is al genoemd, en uitgangspunten voor ieder transparant zijn. Er is een interruptie van de heer Paters, meneer Dekker. Dank u wel, voorzitter. Meneer Dekker, zou u mij eens kunnen vertellen wat de minder positieve aspecten volgens u zijn? Ik kan daar moeilijk uitputtend in zijn, maar er wordt genoemd sport van de jeugd. Ja. Het kan ook zijn, ik bedoel, dat zodanig gesport en getraind wordt dat het ten koste gaat, bijvoorbeeld van studie. Ja. Het kan ook zijn dat er zoveel aandacht is voor de sport. Ik wil hier nog niet het sportverdwazing noemen. Maar dat het ten koste gaat van het gezinsleven. En het gebruik van de sportkantines, ja, is denk ik niet uitsluitend positief te duiden. Ik noem even een paar voorbeelden waar ik onder andere op doel. Oké, voldoende. Aan u het woord, meneer Dekker. Dit was wat mij betreft het einde van de termijn. Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan de heer Reusken van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, dank u wel. Allereerst wil ook de Partij van de Arbeid zijn complimenten uitspreken voor de visie die er nu ligt. We hebben ook van het veld gehoord dat deze op een interactieve manier tot stand gekomen is, waarbij verschillende partijen, betrokken partijen, hun inbreng hebben kunnen hebben en samen met elkaar tot uiteindelijk deze visie zijn gekomen. En deze visie heeft een viertal uitgangspunten: sport- en bewegingsstimulering, vitale sportverenigingen, sport- en beweegvriendelijke omgeving en trots op de sport in Twenterand. Uitgangspunten die ook de Partij van Arbeid ondersteunt. En dat ook vraagt om verdere uitwerking. En dat is ook duidelijk, dat staat er ook in. En die uitwerking, daar zullen daarna vervolgens ook de discussie moeten plaatsvinden. En over welke middelen hebben we het dan met elkaar. De ambitie die erin ligt, die heb ik ook al eens eerder genoemd bij de programmabespreking, dat we inderdaad met elkaar die ambitie ook moeten hebben. Die moet ook hoog liggen. Die 75% moeten we met elkaar ook proberen te halen. Er zijn een aantal zaken waar we aandacht voor willen vragen als we kijken naar deze sportvisie. Allereerst is daar goed dat er uit wordt gegaan van de basis sportaccommodatie en niet meer van de basis sportverenigingen. Tegelijkertijd staat er in die visie ook, dan moeten we wel aan de slag gaan met accommodatiebeleid. We zagen al bij de inspreken van de atletiekvereniging dat het daar juist dan ook kan gaan knellen. Mijn vraag aan de wethouder is, wanneer wordt die discussie gevoerd en wanneer komen we daarmee? Want daar zullen wat consequenties aan verbonden zijn die we wel met elkaar inzichtelijk moeten hebben. En daar wordt nu ook wel om gevraagd. Een ander punt is de samenwerking met andere partners. Dat wordt ook beschreven in deze visie. En dat is ook al gememoreerd door een aantal collega's van mij. Het is belangrijk om de verbinding te gaan zoeken met zorg en welzijn. In het kader van de campagne waren wij onlangs bij DOS. En dat vind ik toch een mooi voorbeeld van de voetbalvereniging daar. Hoe daar onder andere met zorginstellingen wordt samengewerkt. En nu weet ik wel dat niet iedere sportvereniging daartoe in staat is. Maar het is wel een voorbeeld waar je mee verder kunt. En dat zou mooi zijn als dat verder gestimuleerd kon worden. Want ik begreep ook wel in het gesprek wat we hadden met DOS dat daar nog wel verbeteringen mogelijk zijn. Dus daar zou ik ook graag in de uitwerking aandacht voor willen vragen. Een ander belangrijk punt, en ik denk dat dat wel voor ons het belangrijkste punt is, is de inzet van vrijwilligers. Er wordt ongelooflijk veel werk verzet door vrijwilligers binnen de sportvereniging. En het aantal vrijwilligers is steeds kleiner of kleiner aan het worden. En daarbij is het van belang om die vrijwilligers te gaan ondersteunen. Tegelijkertijd gaan we hadden het er vanavond al eerder over, ook meer vragen van de zelfwerkzaamheid. Nou, dat komt dan op gespannen voet met elkaar te staan. En ik vraag daar toch ook in de uitwerking aandacht voor, wethouder, dat we die sportverenigingen niet gaan overbelasten. Ik las ergens
dat de sportverenigingen met visie moesten komen zelf, zelfs met een ondernemingsplan. Nou, sportverenigingen zijn geen bedrijven. Sportverenigingen zijn juist verenigingen waar mensen bij elkaar komen die in hun vrijwillige tijd met elkaar aan het sporten zijn. Je mag veel van ze vragen, maar het zijn geen ondernemers. Dus aandacht daarvoor. Om te komen tot die vitale sportverenigingen geeft u aan, wat ik net al aangaf, dat ze met ondernemingsplan moeten komen. U biedt ze zelfs aan om ze te gaan ondersteunen daarbij. Ik vraag me dan af, hoe wilt u dat gaan doen? Is er voldoende capaciteit om dat te realiseren? Het vraagt dan ook daadwerkelijk om daar invulling aan te geven. En ik zal vooral u vragen om dat samen met die sportvereniging te doen. Want daar zitten volgens mij ook de ideeën en de plannen die daarvan nodig zijn. Tot zover de inbreng. Voorzitter, nog één opmerking. Ga u gang. Dat is dat daar waar tot nu toe een goede communicatie heeft plaatsgevonden, en daar zijn wij ook heel blij mee, zou ik vooral zeggen tegen beide en beide kanten, ga daar vooral mee door. Dank u wel, voorzitter. Meneer Reuske, u bent keurig binnen de tijd. Bedankt. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer van de VVD. Kobus, meneer Kobus. Neem me niet kwalijk. Dat went vanzelf, meneer Bos. Ik hoop het wel, meneer Kobus. Goed. Sporten en bewegen in Twenteland. Kies voor doen, zou ik zeggen. Het zou zomaar een verkiezingsslogan kunnen zijn. Eerst melden, meneer Kulder. Voorzitter, dank voor deze uitgebreide sport- en beweegvisie 2018-2021. Het is een uitgebreid en goed doordacht stuk geworden, waarbij vele betrokkenen zijn geweest. Er is dus veel werk verzet. Met deze notitie kunnen we nu aan de slag en hopen we een fitte en gezonde bevolking van Twenteland te krijgen. Het is goed dat hierbij zoveel aandacht aan het werkveld is besteed, zodat je een breed gedragen visie kunt komen. Naar aanleiding van dit stuk kunnen we ook gericht in gesprek gaan om te komen tot nieuwe afspraken omtrent bijvoorbeeld accommodatiebeleid en de tarieven. We hopen ook dat aan de hand van dit stuk de relatie en de communicatie met het werkveld verder zal verbeteren. De VVD kan hierover aan kort zijn. We zijn het eens met dit voorstel en we wensen de betrokkenen veel succes met de uitvoering hiervan. Dank u wel, meneer Kobus. Dan nu het woord aan de heer Laarman, van de fractie Laarman. Ja, dank u. Ja, een sportvisie die tot stand is gekomen met behulp van een interactief proces. Diverse vertegenwoordigers van sportverenigingen, maatschappelijke organisaties in Twenteland. Een visie waar de gemeente een nieuwe rol krijgt en enkel voor regie zorgt. En hoopt op meer samenwerking tussen de verschillende verenigingen en doelgroepen. Welke moet leiden tot een verduurzaming, meer zelfredzaamheid van verenigingen en de verbinding met het sociaal domein. Een visie die de laatste trends en ontwikkelingen volgt. Want de bevolking verandert, de sport verandert, de sportvereniging verandert en de rol van de lokale overheid verandert ook. Een visie die nog meer inwoners moet gaan verleiden om te gaan sporten of te bewegen. Met specifieke aandacht voor de jeugd, senioren, mensen met een beperking en kwetsbare groepen. Maatschappelijk betrokkenheid van sportverenigingen en samenwerking met verenigingen en organisaties. Een visie waar ik eigenlijk weinig op heb aan toe te voegen. Zeker op de manier waar deze tot stand is gekomen. En aan de voorkant worden alle partijen hiermee betrokken. Een prachtig voorbeeld van een beeldvormproces. Al een dank daarvoor, fantastisch. Heb ik nog een kleine opmerking. En het gaat over het kopje financiën. In de bijlage vinden we ook sumier een meerjarenbegroting. En hier wordt aangegeven dat de kosten een decadeit van de sport, te weten in 2018 met 50.000, 2019 125.000 en oplopend structureel naar €150.000 wordt bezuinigd. Maar vanavond hadden we het over €50.000 structureel bezuiniging. Ik snap dat verschil eigenlijk niet. En hoe zit dat? En op welke wijze gaan we deze kostendekkerheid verhogen? We hebben daar vanavond wel een stukje van inzicht gekregen over de huren die zijn opgetrokken, de zelfwerkzaamheid die minder vergoeding zou krijgen. En dat was in samenspraak met het sportplatform. We hebben een brief van het sportplatform gekregen en die waren hier niet in gekend, zeiden ze. Dat snap ik dan niet, terwijl u dat zelf wel onder het vorige stuk had geschreven. We lezen in de visie dat de gemeente zich steeds meer terugtrekt. Worden hier dan de bezuinigingen gerealiseerd? Worden dus amperlijk hier meer bezuinigingen gerealiseerd?
of wordt de huur verhoogd van de accommodaties, worden de subsidies verlaagd. Hoe gaat u in de toekomst die 150.000 euro bezuinigen, wethouder? Wilt u daar eens een visie op geven? Voor de rest heb ik verder geen vragen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Laarman. Dan nu het woord aan de wethouder. Er zijn een paar opmerkingen gemaakt en wat vragen. Ja, voorzitter. Dank u wel. Er zijn inderdaad niet heel veel vragen gesteld, maar wel heel veel complimenten uitgedeeld. En dat is natuurlijk ook wel op zich wel heel mooi om te horen. Wat ik eerst ga doen is eigenlijk ook eventjes doorgeven aan de dames van de Sportservice Overijssel, die ons ook hebben begeleid bij deze visie. En verschillende raadsleden legden inderdaad ook al even de vinger bij dat het een heel interactief proces is geweest. Vooral ook samen met de sport. Ook goed om te zien dat er een aantal mensen vanuit de sport ook daadwerkelijk aanwezig zijn om te luisteren. Het is overigens niet helemaal ondenkbaar dat het ook vanwege het onderwerp was wat we eerder op de avond deels behandeld hebben met elkaar. Maar goed dat u er bent. Want het is inderdaad een heel goed en heel mooi proces geweest. Dus eigenlijk alle raadsleden leggen daar ook wel de vinger bij. De heer Laarman die zegt van nou een goed voorbeeld van een beeldvormend proces. Dat klopt, dat delen wij ook. En we merken ook dat zeg maar als je op deze manier met de sport bezig bent samen met alle mensen uit de sport, dat het ook enorm veel energie geeft. En ook heel veel energie om daar samen mee verder te gaan. En inderdaad, er is ook in het sportplatform, zowel door mij als ook door mijn vorige collega, op een goede manier met het sportplatform mee gewerkt. We hebben regelmatig overleg met elkaar. Eigenlijk altijd staat de voortgang van de sportvisie, stond ook op de agenda. En ook in het sportplatform zijn ook de bezuinigingen, ik moet het gewoon toch noemen, zijn ook eigenlijk elke keer ook aan de orde geweest. De heer Laarman die legt daar ook al even de vinger bij dat in onze meerjarenbegroting inderdaad ook een verhoging van de kostendekkendheid is opgenomen. En hoe gaat u dat realiseren? Nou, wat wij vooral als gemeente hebben willen doen om samen met de sport daar naar te kijken van hoe kunnen wij de dingen zo realiseren met elkaar dat wij als gemeente ook uitkomen met ons geld, met alle taken die wij als gemeente ook te doen hebben, maar dat er ook op goede wijze gesport kan blijven. En terecht dat u ook de vinger erbij legt dat het superbelangrijk is dat je dat met elkaar doet en niet tegen elkaar. En ik kan u zeggen dat we daar de afgelopen jaren ook samen met het sportplatform behoorlijk goed bezig geweest zijn. Interruptie van de heer Kelder. Ja, wethouder, ik wil graag reageren op uw kost- en dekkendheid. Ik heb in mijn bijdrage gezegd dat je ook aan de kant van de kostenkant kan kijken. Maar mijn concrete vraag is, kijkt u met de kost- en dekkendheid ook naar de beleidsterreinen die u ook in de visie worden vernoemd? Zorg, welzijn, jeugd, dat soort dingen. En niet alleen bij de sport. Voorzitter, dat is zeker het geval. Ja, ja, want daar zit juist ook de kracht. Hè? Het woord ontschotten is ook genoemd door u als raad. Wat ook genoemd is, dat is een toch toenemend gebrek aan vrijwilligers om ook de taken op de sportparken te doen met elkaar. En wij denken, en met wij bedoel ik dan de gemeente en de sport ook, dat wij met elkaar elkaar daarin kunnen versterken. Juist door de hele brede WMO, de participatie daarbij te betrekken. Hè, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die weer moeten reïntegreren, zou je prima kunnen inzetten op de sportparken. Dat betekent ook dat daar wel een stuk aansturing nodig is. Vitale sportparken is al eerder genoemd vanavond. Er zijn in Nederland ook goede voorbeelden van vitale sportparken die dit al daadwerkelijk doen. Die die samenwerking ook al hebben met de gemeente. En ik kan u zeggen dat het heel inspirerend is om daar naar te kijken welke voordelen dat met elkaar geeft. En wij zien er naar uit om dat samen met onze sportverenigingen ook verder te gaan verkennen. Hoe wij ook de komende jaren met de sport goed bezig kunnen blijven.
En deze sportvisie biedt daar inderdaad een hele goede basis voor om dat te kunnen doen. Juist omdat die breed gedeeld is en ook breed gemaakt is. Dus dat is iets waar wij ook als gemeente zuinig op moeten zijn. Op die inzet van de sportverenigingen met elkaar. En ik moet het toch even zeggen, ik heb ook alle begrip ervoor dat er vanuit de sportclubs met een zekere woede ook gereageerd is op de bezuiniging die de gemeente of het college gemeend heeft ook verder te moeten invullen om in het kader van het preventief toezicht om daar verder mee bezig te gaan. Hè. Dat, zoals u weet, we hebben het eerder op de avond daar uitgebreid over gehad. Zag het college op dit moment geen andere mogelijkheid dan om dat zo te doen. En wij begrijpen ook dat dat voor de sport, die zich zeker de afgelopen tijd ook enorm heeft ingezet, dat dat heel naar over is gekomen. Dit is een interruptie van de heer Paters. Aan u het woord, meneer Paters. Voorzitter, dank. Ik heb een vraag daarover aan de wethouder. In het stuk wat wij in de buitengewone raadsvergadering behandeld hebben, daar staat de zinsnede dat de bezuiniging gecommuniceerd is met het sportplatform. Zou u eens kunnen, voor mijn begrip, is dat gecommuniceerd in de zin van, wij hebben daar overleg over gehad en het sportplatform was daarmee akkoord en zou samen met ons daarnaar op zoek gaan? Of heeft u dat gedaan in de mededelende vorm, wij gaan 50.000 euro bezuinigen, punt. Voorzitter, dat is beide het geval. Zoals ik al net ook uitgelegd heb, het onderdeel bezuiniging is ook in de vergaderingen met het sportplatform, is dat eigenlijk elke keer ook aan de orde geweest. Ik heb met het sportplatform ook afgesproken dat wij die bezuinigingen waarvan wij wisten dat we dat toch moesten realiseren, dat wij dat zouden temporiseren totdat wij de sportvisie zouden hebben en in het kader, brede kader van die sportvisie, daar met elkaar mee aan de gang te gaan. Wij hebben ons als gemeente, ook als college, nou goed, we hoeven daar nu niet heel breed over te praten, want u hebt als raad daarin ook aangegeven dat u daar graag andere keuzes in wilt maken. Maar ik denk toch dat het goed is dat ik ook namens het college hier wel even kort wat over zeg. Dus wij hebben ons niet een andere kans gezien dan om het op deze manier, deze onsympathieke manier, toch te moeten aanreiken aan u als raad. Terwijl wij eigenlijk met het sportplatform ook de afspraak hadden dat we dat pas zouden doen nadat we de sportvisie vastgesteld hebben. Dus dat hebben wij inderdaad gecommuniceerd ook met de mensen van het sportplatform. Maar wij hebben er inderdaad ook alle begrip voor dat dit gewoon een heel vervelend geval is. En dat maakt ook dat je voor zo'n sportvisie, waarvan de heer Bakker ook al zegt van nou, dit is een feestelijk moment, dat je dan toch met een kleine smet daarmee begint met elkaar. En ik wil dat toch hier wel even gezegd hebben. U wilt nog een aanvullende vraag stellen, meneer Paters? Ja, voorzitter, ik vind het mooi dat de wethouder dat zegt, maar ik roep dan wel in herinnering dat het deze raad geweest is die bij de begrotingsbehandeling gezegd heeft voor 2018... stellen wij die bezuiniging sowieso uit, want geld volgt beleid en niet andersom. En dat u dat daarna met het sportplatform gecommuniceerd heeft, dat vind ik allemaal prima. Maar het is de raad geweest die gezegd heeft voor 2018 niet. Dat we dat even helder hebben. Maar mijn vraag is, en dat staat op gespannen voet met elkaar. Hè? Ik refereerde daar in mijn eerste termijn ook al aan. Hoe ga je nou het feit dat je zegt we moeten bezuinigen, en dat is 50.000 euro... hoe verhoudt zich dat nu met de ambities die uitgesproken zijn en die vastgelegd zijn in de sportvisie? Want ik kan me voorstellen dat je als sportvereniging je ergens een beetje bekocht voelt. Hè? Dat je zegt van u verwacht van alles van ons en toch moeten wij inleveren. En de reactie en de inspraak van de heer Bakker was wat dat betreft ook glashelder. Het zou verenigingen er ook toe kunnen brengen om bijna onverantwoorde contributieverhogingen door te voeren. Dus in de mededelende vorm is het blijkbaar gegaan en u heeft gezegd van ja, dat moet en daar kunnen we niet anders mee.
Heeft u dan ook ruimte gelaten om samen na te denken over hoe dat dan ingevuld moet worden? He, want nu wordt het heel erg concreet gemaakt door tariefsverhoging en dergelijke. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar hoe dat proces dan gelopen is en welke ruimte u daar dan ook richting de sport gelaten hebt. Voorzitter, wat mij betreft zou daar zeker die ruimte zijn. Oké. Aan u het woord, meneer Laarman. Ja, in de bijlagen, we hebben een bijlage en daar staat een meerjarenbegroting in. Ah, is die ook door iedereen gezien? En hoe moet ik die bijlage nu zien ten aanzien van de beslispunten, het vaststellen van de sportvisie? Stellen we dan die bijlage ook bij vast en is dat de meerjarenbegroting waar we ook op vast worden gezet? Of is die los bij? Op welke manier is die meerjarenbegroting in de bijlage erbij gekomen en hoe moet ik die zien ten aanzien van de sportvisie? Voorzitter, de meerjarenbegroting die hebt u zelf ook vastgesteld bij de begroting afgelopen november. Voldoende, meneer Laarman. Aan u het woord, mevrouw Van Abbema. Ja. Was u klaar? Nou, nog niet helemaal. Er zijn niet veel vragen gesteld. Maar ik ga toch even kijken of wij alles bij langs zijn geweest. De brief geweest. Van het sportplatform. Heb u wat over gezegd? Is dat voldoende? Ja, daar heb ik wat over gezegd. En combinatiefunctionaris. Ondanks inderdaad ook de kritiek van het sportplatform op het besluit van het college, ben ik toch blij met de laatste zin die daar ook in staat. Hè, dat het sportplatform ten alle tijde bereid is en blijft om met elkaar die win-win situatie te zoeken. En dat is ook hoe wij afgelopen jaren altijd met elkaar gewerkt hebben. Combinatiefunctionarissen anders inzetten maakt ook deel uit van het uitvoeringsprogramma 2018. Even kijken. Wanneer komt er een vervolg voor de atletiek? Mevrouw van Sermond heeft inderdaad haar betoog ook gehouden. Het is best een gecompliceerd verhaal ook rond de atletiek en rond het Twistveen. Wij zijn daar nog mee bezig. En dat is ook de reden dat wij u als raad hier nog niet over geïnformeerd hebben. We zijn gewoon nog in gesprek met de mensen van Twistveen. En dat heeft ook alles te maken. De heer Kalde die wees daar ook al even op dat een aantal jaren terug Stichting Twistveen ook in de benen gezet is, zeg maar, juist om een aantal toevoegingen mogelijk te maken op dat park. Wij hebben gezien dat zoals het nu functioneert, dat niet functioneert, zeg maar, dan is er geen sprake van een vitale sportvereniging, laat ik het zomaar noemen. En dat is natuurlijk wel wat wij zoeken met elkaar, wat we willen met elkaar. De atletiek heeft zelf ook aangegeven dat zij graag naar Frieseveen zou willen, omdat daar de mogelijkheden zijn juist om met het Noordic combinaties te zoeken. Wij denken inderdaad dat een goede combinatie zou kunnen zijn. En wij hebben met de mensen van Sportpark het Midden, hebben we samen met de atletiek al om tafel gezeten om eigenlijk de kansen met elkaar te verkennen. En het is goed om te horen dat de atletiek ook zelf het gesprek met Amicitia ook opgestart is om te kijken wat daar de mogelijkheden zijn. En ondertussen gaat de atletiek ook gewoon door met waar ze ook voor is, sporten met elkaar. Ten aanzien van die 75.000 euro, waarvan de atletiek zegt van die hebben wij nodig om de voorzieningen, onze springnummers, laat ik het zomaar zeggen, om die te kunnen doen. Daarvan heb ik in overleg met de atletiek ook gezegd van luister eens, op dit moment zijn jullie, want het gesprek is in 2016 al opgestart. Op dit moment zijn jullie een basissport en dat maakt dat jullie volgens de systematiek van het huidige accommodatiebeleid recht zouden hebben op een voorziening op het moment dat jullie dat aanvragen. Zo werkt dat gewoon in het oude accommodatiebeleid wat wij nu nog hebben.
Maar ik heb ook aangegeven van, ik ben bezig met een nieuwe sportvisie. Dat betekent dat wij gaan inzetten op vitale basissportaccommodatie, zeg maar. En dat daar het sporten ook zou moeten plaatsvinden. Want ik denk dat dat de meeste kans is om de vitale sportvereniging ook alle ruimte te geven. En ik heb de atletiek ook meegegeven van zorg ervoor dat je daar een plek krijgt. Want investeren in de atletiek op het Twistveen, op de, zoals ze zelf al zeggen, de drassige grasbaan en de bobbelige grasbaan, terwijl de atletiek zelf niet in staat is vanwege hun bemensing om de benodigde zelfwerkzaamheid te leveren die er op het Twistveen ook noodzakelijk is, daarvan moet je ernstig afvragen of je zo wilt investeren met elkaar. Dat is het gesprek zoals wij dat gevoerd hebben met elkaar. En zoals ik al aangaf, wij zijn daar gewoon nog niet uit, met name omdat rond de Twistveen, rond Stichtingen Twistveen, dat is nog niet eenvoudig om daar een goede oplossing voor te vinden. Dat betekent ook een financiële oplossing. Goed, om dat in ieder geval nog even aan te geven. Even kijken, combinatiefunctionaris heb ik gehad, atletiek heb ik gehad, aandacht voor vrijwilligers. Voorzitter, volgens mij heb ik eigenlijk alles gehad. Nou, één punt van de heer Reusken over het ondernemersplan. Ja. Ik hoor de heer Reusken vooral zeggen, gaat u door met de goede communicatie, met het goede overleg met de sportplatform. Zorg ervoor dat de vrijwilligers niet overbelast worden. En doe het vooral samen ook. En dat is precies wat we met de sportvisie ook gaan doen met elkaar. Een interruptie van de heer Reusken. Aan u het woord, meneer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Normaal gesproken, voorzitter, luistert mevrouw Abema altijd heel erg goed en beantwoordt ze alle vragen die altijd door alle woordvoerders zijn gesteld. Maar volgens mij is dat in mijn geval nog niet gebeurd. U zou mij nog een antwoord gaan geven over het accommodatiebeleid. Wanneer gaat het accommodatiebeleid komen? Ook gezien de discussie die we eerder deze avond hadden. En de ambities die genoemd staan in deze, dat dus is de eerste vraag. En toch zou ik ook graag nog willen dat u even ingaat op die vitale sportvereniging in combinatie met die vrijwilligers. Want ik vind het mooi dat u zegt, we gaan dat doen met. Maar onderschat niet de zelfwerkzaamheid waar een beroep op wordt gedaan. En de inzet van vrijwilligers, terwijl we tegelijkertijd zien dat het aantal vrijwilligers waar een beroep op gedaan wordt aan het afnemen is. En dan is er meer nodig dan alleen maar overleg. En u geeft ook aan, dat is dan de vraag, voorzitter, is wij gaan daar vanuit de gemeente ondersteuning in aanbieden. Betekent dat u straks naar de raad met een voorstel gaat komen om een functionaris daarvoor vrij te gaan maken die dat gaat doen? Of hoe gaat u dat doen? Inderdaad, u had een vraag gesteld over het accommodatiebeleid. In het uitvoeringsplan staat dat wij daar snel in 2018 mee gaan beginnen. Wij hebben inmiddels een functionaris vrijgemaakt voor 16 uur. Die is op dit moment al beschikbaar. Die is aan het inwerken. En dat is niet iemand uit de flexibele schil, meneer Bakker. Dus dat kan ik u vast aangeven. En dat heeft er ook alles mee te maken, voorzitter, omdat wij juist ook willen inzetten op die vitale sportvereniging. En dat is iets wat je samen moet doen. En waarbij je dus ook als gemeente dat moet faciliteren door een vast aanspreekpunt te hebben die daar ook tijd en aandacht voor heeft om juist samen met de sport ook deze dingen te gaan verkennen met elkaar. En dat is niet alleen maar praten met elkaar, maar wij denken dat we daadwerkelijk ook in het hele brede sociale domein in de WMO, dat daar de kansen liggen om ook voor de sportverenigingen voor te zorgen dat er ook die inzet mogelijk is. En er zijn ook al sportverenigingen die in het kader van die innovatieregelingen, die subsidieregeling die we met elkaar hebben, die juist die regeling gaan gebruiken om daar beleid voor te gaan ontwikkelen. Dank u wel, voorzitter. Voldoende toelichting. Oké. U bent klaar met uw betoog, mevrouw Van Abema. Als ik mag concluderen dat dit onderwerp naar de akkoordagenda kan. Pardon, meneer Kelder. Nou, ik... Heb ik mij niet goed uitgedrukt, maar ik heb in ieder geval aangegeven dat wij met een amendement komen om het vitale sportpark Frieseveen in te brengen. Dus wij komen in ieder geval voor dat onderdeel terug. Oké, was ik even vergeten. Ik vond uw verhaal erg positief, maar dat ook. Dat is ook positief. Dat is ook een positief iets, meneer Bosker, maar alleen voor de lange termijn zelfs. We denken verder vooruit. Oké, sorry dat ik u...
Goed, dan een tweede termijn. Is er een behoefte aan? Dat was meneer Smelt, meneer Papers. Eerst meneer Smelt. Ik zit naar de tijd te kijken. Nu al een interruptie, meneer Engels. Aan u het woord, meneer Smelt. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is om, na gehoord hebbende de inbreng van de diverse fracties, maar ook de beantwoording van mevrouw Van Appema, de wethouder, te kunnen concluderen dat het goed is dat wij een voorstel doen, en ik heb dat in navolging van wat meneer Kulder heeft gezegd, een inspanning te doen om vitale sportparken in Twenteland echt op de kaart te zetten. En ik wil me graag aansluiten bij uw voorbereiding, meneer Kulder, om daar ook naar de raad om een voorstel te doen die degelijk, deugdelijk en inpasbaar is. Ik denk dat de wethouder voldoende heeft aangegeven hoe zij daar tegenaan kijkt. En ik heb er vertrouwen in, voorzitter, dat wij daar in de besluitvorming die we met elkaar staan doen, ook nog deze raad een enorme stap vooruit kunnen zetten die vele doelen zal bereiken. De belangrijkste doelstelling is dat wij een doelstelling hebben met betrekking tot alle sportbewegingen die wij van onze burgers verwachten en dan wel willen faciliteren. Dat is 75% van de inwoners moet op een of andere manier aan sport kunnen doen. En als u kijkt wat de mogelijkheden in het sportpark, in vitale sportpark zijn, dan hebben wij daar echt hoop op dat we die doelstelling dan heel snel kunnen bereiken. Dank u wel, voorzitter. Oké, dank u wel, meneer Smelt. Meneer Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank. Kort, ik zie de voorstellen graag verschijnen en dan zullen wij kijken of wij ons daar bij aan kunnen sluiten, ja of nee. Ik ben blij met de beantwoording van de wethouder. Ook blij dat ze even wat dieper inging op de kwestie rond de AVT. En ik wil daarbij de hoop uitspreken dat er de inspanningen ertoe leiden dat er een eind komt aan zeg maar, het zwervend bestaan. Wat tot nu toe toch wel geleid is. En ik ga ervan uit, en als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag van de wethouder, dat een eventueel gewijzigd accommodatiebeleid er niet toe leidt dat men geen aanspraak meer kan doen op subsidies waar ze dat nu wel zouden kunnen. En dus dat het straks niet zo is dat er gezegd wordt, ja, als u in 2016 had aangevraagd, dan had u daar recht op gehad en nu niet meer. Ik denk dat dat een situatie is die we niet moeten willen. Daarnaast moeten wij sowieso met elkaar nog de verbinding zien te leggen tussen deze visie, het accommodatiebeleid en het tariefenstelsel. En ik zou de wethouder willen vragen, dat hoeft niet nu, mag ik op een ander moment, om daar eens een voorzet voor te geven hoe wij dat in elkaar zouden kunnen vlechten. En misschien is dat wel uitermate geschikt onderwerp voor een beeldvormende raadsbijeenkomst. Dank u wel. Meneer Paters, de wethouder gaat er nu niet meer op in, maar dat kan bij de raadsvergadering. Oké. Okay. Meneer Kelder, aan u het woord. We hebben de afspraak 1 ronde voor de wethouder dus. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil in ieder geval mevrouw Abema bedanken voor haar, haar inbreng. En ook voor de inspanningen die zij verricht heeft. Want laat wel zijn, misschien dat ik in mijn eerste termijn iets kritisch, een kritisch noot heb laten vallen. Maar dat was niet op die manier bedoeld. Ik weet hoeveel inspanning u verricht om dit voor elkaar te krijgen. Dus laat daar geen misverstanden over staan. Ik ben ook heel content met het feit dat u de toezegging hebt gedaan. En zo heb ik hem ook wat vertaald. En daarom wil ik hem ook extra nog even een keer benoemen. Dat u ook kijkt bij een kader van kostendekkendheid in de terreinen waar we verder de samenwerking in zoeken. Jeugd, zorg, dat soort dingen. Vind ik wel heel belangrijk dat we dat in ieder geval ook vernoemen. Ik zit erover na te denken of we dat zelf nog in het amendement mee moeten nemen. Om het toch inderdaad ook. Maar oké, okay, goed. Als dat als toezegging wordt gedaan. En ik ben heel content. Goed, we gaan in ieder geval het vitale sportpark Friesveen op een goede manier wegzetten. Ik probeer zo snel mogelijk dat ook naar de collega's te doen. En ik sluit me graag aan bij de woorden van de heer Paters richting AVT. Daar hebben we in de loop der jaren heel veel tijd en energie in gestoken. En het doet me dan echt pijn dat we nu opnieuw de constatering moeten doen dat we ondanks alle energie en alle geld waar we erin gestoken hebben en nog niet in staat zijn om die vereniging op een goede wijze te plaatsen in dit mooie Twenteland. Dank u wel. Dank. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Ik kijk even rond. Niemand, dan sluit ik dit onderwerp af.
En dan heb ik een voorstel van orde. Het is ondertussen 10:50 en we hebben nog een aantal onderwerpen. Gaan we gewoon door tot het einde. Dan moet ik ook de voorzitter. U bent straks voorzitter. Wilt u nog voorzitter spelen straks? Nou, morgenavond ben ik er ook. Dus ik ben, zoals u weet, was in uw handen. Dus u bepaalt natuurlijk en ik niet. Nou, oké. Wat doen we? Ik gooi het eventjes reactie. Afmaken? Ja? Oké. Nou, dan gaan we door. Dan gaan we nu naar Mark. Voorzitter, als u van iedereen een reactie vraagt, dan is het wellicht... U knikte instemmend, dacht ik. Nou, wellicht dat ik wat ongecontroleerd met mijn hoofd schudde, maar dat was dan in elk geval niet instemmend knikken. Want als ik kijk naar de onderwerpen die wij nu nog op de agenda hebben staan, dan zijn dat allen verzoeken van fracties. En daar zijn een paar onderwerpen bij waarvan ik denk van moet je die er nu nog, want we hebben met elkaar de afspraak gemaakt van we gaan in principe tot maximaal 11:00 door. Ja. En moet je die dan nu nog er doorheen jassen? Ja. Dat zou wat mij betreft geen recht doen aan de onderwerpen die op de agenda staan en ik wil dat toch wel voorkomen. Dus ik zit even te zoeken of er andere mogelijkheden zijn. Het onderwerp voor ons zouden we wat mij betreft ook door kunnen schuiven naar een volgend raadsdebat. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. Maar ik weet niet hoe het met anderen is, maar ik word morgen ook weer gewoon op tijd gewekt. En ik ben niet de enige. Dus als wij met elkaar een modus kunnen vinden om of door te schuiven of wellicht op een ander moment te behandelen, dan lijkt mij dat, heeft dat mijn voorkeur. Wat vinden de anderen? Ja, oké. Okay. Doorschuiven. Dus de meerderheid is ook doorschuiven. Maar nog één onderwerp te pakken nu, tot 11:00. Sorry voorzitter. Ja, wat wordt bedoeld met doorschuiven? Is dat doorschuiven naar morgenavond of is dat doorschuiven naar een ander moment? Zijnde een volgende een maand. Als dat laatste het geval is, heb ik daar wel bezwaar tegen. Want er zitten vier onderwerpen tussen die ik heb geagendeerd vanuit de Partij van Arbeid. En als de meerderheid daarmee aangeeft dat wij vinden dat we door moeten schuiven, maak ik daar bezwaar tegen. Ja, meneer Paters, u. Voorzitter, ik begrijp de worsteling van de heer Reusken. En ik begrijp ook dat, dat u niet voor niets de agenda punten heeft op deze agenda heeft laten plaatsen. Ik denk echter dat wij u ook geen recht zouden doen als wij nu nog één of twee onderwerpen behandelen en daarna sommigen de keuze maken van dan gaan wij wel weg en dan blijft u wellicht met twee of drie over. Dus dat moeten we ook niet willen. Dus als wij zeggen van we schuiven door en dat moet dan niet per se naar de volgende debatronde, dan ben ik best bereid om te kijken of wij daar op een ander moment voorafgaand aan de volgende debatronde een plekje voor kunnen vinden. Dat is wat mij betreft zeker bespreekbaar. Ja, ik dacht zelf meer aan volgende week. Of vakantie, ja, ik heb geen vakantie, dus neem me niet kwalijk. Ja, dan wordt die week daarna. Ik kijk even naar de griffier. Ik overleg even. Kijk, voorzitter, mag ik een voorstel doen? Ja, dan zou ik het gewoon doorschuiven naar. Kijk, je kunt kiezen per onderwerp. Van welk onderwerp wil je wel doorschuiven naar de volgende ronde en welke niet. En dan kijken of er nog een compact onderwerp opblijft die je vandaag maakt. Oké. Okay. Mag ik een voorstel doen? Hebben jullie al gehoord wat Griffier voorstelde? Nee. Nou, sorry, ik wil even. De Griffier stelt voor om even te kijken wat we echt door kunnen schuiven naar de volgende ronde en wat niet. En dan nu eventueel nog een compact onderwerp doen. Maar nu u, meneer Paters. Ik weet niet hoe de collega's erover denken om bijvoorbeeld de 13e maart, dan hebben wij een raadsvergadering. Om dan te zeggen van nou, als wij om 7:00 beginnen met de onderwerpen die nu overblijven. En wij zouden daar van 7 tot 8 inruimen en dan om 8:00 beginnen met de raadsvergadering. Dan moeten we wellicht het presidium wat knijpen, maar dat lijkt mij op zich het minste probleem.
Maar als we dat doen en we ruimen daar een uur voor in, mag wat mij betreft ook anderhalf uur zijn, dan denk ik dat we daar ook recht doen aan de inbreng van de verschillende fracties. Het is maar een voorstel, als de meerderheid het niet wil, dan gaan we het anders verzinnen. Dan kijk ik vooral even naar meneer Reusken. Kunt u zich daarin vinden? Als het inderdaad de 13e wordt, kan ik daar wel mee akkoord gaan. Ik kijk even rond. Even kijken. In het college. Als voorzitter van de raad. Ja? U gaat over uw agenda. En als u met elkaar afspreekt. Even centraal, mensen. Meneer Wessels. Presidium. En vervolgens raadsdebatten. En vervolgens gemeenteraadsvergadering. Alles kan natuurlijk. En dat kunnen we goed op de website zetten. En dat heb je alles op één avond. En maar dan hoop ik wel, ik weet nog niet wat de agenda voor de raad is, dat we alle stukken gewoon dan afgetikt kunnen worden. Omdat het de laatste raadsvergadering is van dit jaar. En wij ook nog het buitengebied hebben. Bestemmingsplan buitengebied. Ik zou u daarop willen herinneren dat ook wij die nog hebben. En die zal echt, hoop ik, toch door uw raad besloten worden. Maar dan kan alles op 13 maart. Ik kijk nu even naar de griffier. Vlot om te debatteren. Nou, de griffier fluistert mij in, dan moeten we wel vlot debatteren dan. Dus, Goed, dan stel ik voor dat we. Ja, meneer Paters wilde ook wat doorschuiven. Als we nou eens één onderwerp van de heer Reusken nemen. Nu nog één onderwerp. Wat? Men weigert. Nou. Dan sluit ik deze raadsdebatten en dan tot op 13 maart. Bedankt voor uw inbreng en voor uw meedenken. Wel thuis.